Trotse koploper Roda verloor thuis nog nooit van Top Os in 6 gespeelde duels. Wel 2 gelijke spelen. Vorig jaar won Os in Brabant en werd het in Kerkrade gelijk. En Ruud Brood keert terug op het oude nest als oud-coach van Roda, nu coach van Top Os. En de Ossenaren beginnen best brutaal aan dit duel met het kopballetje van Allemeers. En Top dat doorgaat met diezelfde Allemeers. En hier ook een serieuze kans kan creëren via de Griek Doumtsios. Maar die kan de bal niet vol raken. De eerste waarschuwingen van Os. Bij het Roda van Bassie Bum dat zoveel zelfvertrouwen heeft. Dit is Pata. Een drieluik aan kansen in de eerste 10 minuten voor de Ossenaren. Maar een doelpunt valt er niet. Roda is nog niet echt wakker geschud. Doumtsios weer. Maar met scherp schieten, dat blijkt lastig in het Parkstad Limburgstadion. Een welgemeend excuus van de Griek naar zijn ploeggenoten. Klein half uur gespeeld. Daar is Boyd Rijt de bal even kwijt. En krijgt Top Os dus een hoekschop te nemen. Er is niet echt sprake van een stormloop. Dit is opnieuw Doumtsios. Maar het is wel een teken aan de wand dat Os prima in de wedstrijd zit. Makkelijke vangbal voor Koen Bukker, de nieuwe doelman van Roda. Die in de eerste wedstrijd tegen ADO de 0 wist te houden. Het werd 0-3 in Den Haag. Thuis werd Van Helmond gewonnen met 4-1 door Roda. Enige ploeg met 6 punten uit 2 duels. Al hebben niet alle teams in de keukenkampioendivisie voor deze avond al 2 duels gespeeld. Ulcik! Ja, ja! Walid Ulcik! Die kan dit. Hij deed het in de eerste wedstrijd buiten de 16 tegen Helmond. Hij deed het vorige week net binnen de 16 tegen ADO. En nu, hij is niet zo mooi als zijn eerste in dit stadion van het seizoen. Maar hij telt wel weer. 3 op een rij. Dat is hartstikke mooi. Os in de achtervolging. Allemeers. Het zijn echte kleine speldenprikjes. Start van de tweede helft. Lichte overtreding. Gemaakt op Congolo. Meegereisde fans uit Os hopen op het beste. Roda creëert de eerste kans in die tweede helft. Bangura ingevallen. Ziet Haverkotte ervoor liggen. Daar is Walid Ulcik weer. Versnelling, Pata voorbij, maar niemand loopt hem binnen. Een gemiste kans. Maar misschien nog een vervolg. Peña Zauner, de man van de wedstrijd tegen ADO. Eigenlijk nog maar weinig gezien, nu in samenwerking met Bangura. 1-0 blijft natuurlijk een krappe marge. Van der Heijden, overtreding is gemaakt, gezien door scheidsrechter Paul van Boekel, rijdt. Roda speelt natuurlijk door, want dit kan heel gevaarlijk worden. Van der Heijden. Krijgt hem niet tussen de palen. Roda heeft de overhand. Is de betere ploeg. Waar Top dat in het begin van de eerste helft was. Zo'n beetje het seizoenstotaal aan schoten op doel verdubbelde in die periode. Maar er nu helemaal niet meer aan te pas komt. Peña Zauner. Naastig op zoek naar zijn volgende doelpunt. De Venezolaanse Duitser. Hij wisselt wat af. Nu vanaf de rechterzijde. Aangespeeld door Arjen van der Heijden. En via Mulder een hoekschop. Genomen door Van der Heijden en binnengekopt door Didden. Maar naar beneden drukken, dat is met deze bal lastig. 20 minuten nog. Een teken van leven van de ploeg van Brood. Laten we het op een tekentje houden, want Bukker heeft hier geen moeite mee. Top verloor met 1-0 bij Den Bosch. Won de laatste wedstrijd met 4-1 van Jong PSV. Dat gaf de ploeg van Brood wel veel vertrouwen. Nu ze tegenhouden en hopen. Ulcik. Toch weer van buiten de 16. Het is tot nu toe echt het seizoen van Walid Ulcik. Toch niet een geboren nummer 10, maar sinds hij het nummer bij Roda draagt, lukt alles. Pata. Geen gek schot hoor.
En Bukker is hem kwijt. Redding zo'n beetje half op de lijn. Os lijkt er zelf ook van te schrikken. Veel wissels dan in de slotfase. Giovanni Korte maakt zijn debuut als speler van Top Os. Maar een aanvaller komt Top bijna niet meer toe. Ulcik met de voorzet en hij gaat een assist bijschrijven als Lennart Daniels hem afrondt. Ook een invaller in deze wedstrijd. Hij maakt zijn tweede al van dit seizoen. Maar Ulcik met een goal en een assist is echt weer de man van de wedstrijd voor Roda. In de blessuretijd Daniels nog voor een tweede. En dus een derde voor Roda in deze wedstrijd. Nee, het laatste wapenfeit. Maar 2-0 betekent ook weer 3 punten. Sibum blijft met Roda foutloos in de keukenkampioendivisie.